In het Franse plaatsje Hauterives leefde van 1836 tot 1924 de postbode Joseph Ferdinand Cheval. Cheval besteedde 33 jaar aan de bouw van wat hij noemde zijn Palais Idéal. Hij bouwde het paleis van 2 verdiepingen van cement en stenen. Stenen die hij op zijn dagelijkse tocht als postbode op zijn route vond. Naast een foto zijn er door kunstenaars verschillende portretten van Cheval gemaakt. Eén portret is wel heel bijzonder. Je zou niet denken dat de verzameling rommel die je hier ziet hetzelfde is als het laatst getoonde portret. Toch vormt deze verzameling rommel het portret van Cheval, gemaakt door de kunstenaar Bernard Pas.